Hoi mensen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik een totaal andere Pokémon unboxing. En dit is namelijk een video die hier nog nooit eerder is vertoond. In ieder geval niet op mijn kanaal. Laten we dat even duidelijk vooropstellen. Dit is een pre-order, die heb ik in september besteld. En vandaag eindelijk ontvangen. En het betreft de Fall Evolution Stin... Of Eevee. Zeg ik dat goed? Ja, de Fall-Tin Eevee Evolution. Ja, en daar komen deze dus uit. Dat is de Flareon, de Jolteon en de Vaporeon. En deze gaan we allemaal openmaken in deze video. En we beginnen natuurlijk met deze tin. Ik heb hier al een klein knip. Ik zal het er één keer maken, dat ik hem wat sneller kan openmaken. Dan halen we eventjes het folie eraf. Nou, zoals jullie zien, ziet deze box er echt prachtig uit. Vooral met deze vlammen. En dat zwart-oranje maakt het echt wel, ja, naar mijn inziens echt af. Echt super cool. En je ziet hier ook de hele evolutie opstaan. Dus dat is super cool. Nou, we gaan hem openmaken. En het allereerste wat er dus in zit. Dat is natuurlijk deze prachtige Pokémon kaart van Flareon. Deze prachtige V-kaart. Die ik ook even gelijk in een hoesje ga doen. Heel nice. En daarna zitten er in dit, sorry voor het lawaai, in deze tin zitten er 4 boosterpakjes. En die 4 boosterpakjes die gaan wij openmaken en ja, hopelijk treffen we daar weer wat mooie kaartjes bij aan. We gaan van start met de allereerste. En dan beginnen we altijd met een energy kaart. Ik zal hem voor het gemak ietsjes inzoomen. En dan hebben we de Potion, de Duddler, Hop, Silly Cobra, Gossifleur. Dan hebben we de Galarian Zigzag Goon, Krabby, de Ferroseed. En we hebben hier een glimmende Sisley. Pedde. Nou, in ieder geval zoiets. En de laatste. Oeh, maar kijk dan. Deze is mooi. De Morpeko VMAX. Hele coole kaart dit. Super vet. Ja, deze gaat gelijk eventjes in een inner sleeve. Dus echt een hele, hele toffe kaart. Dan gaan we naar het tweede pakketje. Mijn excuses. Hey, we hebben de andere Morpeko. De Rapid Strike Style Mustard, Bruno, Cubone, de Remoraid, de Fomantis, de Galarian Slowpoke, Mankey. En we hebben een glimmende Zubat en de laatste is een Scentiscorch. Dan gaan we naar het volgende pakje. Raboot. Dat is de evolutie van Scorbunny. Blijft ook een hele leuke Pokémon overigens. De Snorrant. De Bounsweet. Cupfoo. Volgens mij is dat de evolutie van Timbur, als ik me niet vergis.
En de laatste alweer. En ik gooi eventjes deze normale kaartjes in de tin zoals jullie zien. Dan heb ik een beetje, ja, wat ruimte zeg maar, gecreëerd. Daar gaan we weer. 4 keer. Misschien is dit toch iets makkelijker. De Baldor. Roma Lady. Rescue Carrier. De Hippopotas. Dat vind ik trouwens echt een leuke kaart. Maar ik denk als ik hem zo hou, zit er iets te veel lichtval in. Dus ik zoom hem toch weer even in. Hey, die is cool. Litleo. We hebben hier Eevee. Dat is natuurlijk dit. Deze Eevee, dat is nu de hele evolutie wat ik hier heb liggen. De Cutiefly. En we hebben dezelfde Eevee in Glimmond. En de laatste. Oeh, dat is een holo. De Salamence. Nooit van gehoord. Wel een hele toffe holo trouwens. Nice. Super cool. Nou, dan hebben we de eerste gehad. En dan is het gelijk tijd voor de tweede box. En dat is de Jolteon V. Die ga ik ook eventjes openmaken. Hoppakee. En ja, wat hier dus in zit is ook weer een prachtige V-card. En dat is natuurlijk Jolteon. Ook een hele mooie kaart. En ook in dit pakket bevinden zich 4 boosterpakjes. Die wij weer gaan openmaken. Even de tin weer dicht. En dan heb ik hier het allereerste pakketje. Team Joe Grant. Hey, ik zie een nieuwe trainer. De Energy Surge. Die is cool. De Poker Kit. Die hebben we net gepakt in het Glimmond trouwens. Gastly. Oh, dat is een hele andere. Van Celandit. Die is wel cool. En de laatste is Drampa. Het volgende pakje. Nou, die is meteen op zijn kop. De glimmende Krokorok en de laatste. Ah, de Emperor's V-card. Mooie kaart. Ik heb hem wel al. Maar een V-card is altijd natuurlijk fijn. Want ja, je wil natuurlijk wel wat mooie kaartjes uit zo'n pakket halen. In ieder geval ik wel. Hey, cool. Brawly. Een nieuwe trainer. Nou, die vind ik wel nice voor in mijn collectie. En een Rugged Helmet. Ook heel mooi. En de laatste. Een normale kaart.
En dan komen we bij het laatste pakketje van de tweede pin. Oh, de evolutie. Hippodon. Nice. Breviary. The Lucky Ice Pop. The Love Disc. Fledgling. Shinshou. Petittle. De Dino. En we hebben hier de Gossifleur. En de laatste. Ah, de Sharpedo. Ja, deze viel heel erg tegen. Hier hebben we eigenlijk maar één vierkaart uitgehaald. Dus dat is een beetje jammer. Ik hoop dat de laatste tin, dat daar wel wat meer moois in zit, zeg maar. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Want deze drie tins, die hebben mij €75 gekost. Ja, dat is best wel een hoge prijs. Dus ja, dan hoop je ook wel, ja, eerlijk gezegd, om natuurlijk wat mooie kaartjes eruit te kunnen krijgen. Daar gaan we niet omheen draaien. In ieder geval, we hebben hier wel een mooie V-card. De Vaporeon. Hele mooie kaart. Ja, en hier is eigenlijk het exact hetzelfde verhaal. Hier zitten ook weer vier boostertjes in. Dus ja. We gaan beginnen met het allereerste boosterpakket van de laatste tin, dames en heren. De Quickball. De Energy Surge. Eldegoss. Rhyhorn. Shovel. Crookie. Wooloo. Sisley Petty. De Cubant. En de Stone Yearner. Gaan we naar het volgende pakketje. Een Luxray en een... Oeh, maar deze is echt vet. Deze is echt vet. Een gouden kaart. En volgens mij noemen ze al deze gouden kaarten een secret card. Een hele coole trainer, de Level Ball. Ja, hier ben ik wel echt heel blij mee. Dat is wel echt een pracht van een kaart. Wauw, dit is echt cool. Hier ben ik echt super blij mee. Ik hoop dat we in de laatste twee pakjes ook nog wat moois gaan aantreffen. Dat zou natuurlijk helemaal vet zijn. Doe het vrij snel. En de laatste. Een normale kaart. En dan hebben we het allerlaatste pakketje. Laten we hopen dat hier dan nog wel eventjes een hele mooie kaart in gaat zitten. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Let's go. Oeh. De Snowleaf Badge. Een mooie nieuwe trainer. Rousey. En de laatste. Kijk dan. Nice. De Rainbow Card of Garbodor, de VMAX. Deze is ook echt knijters vet, mensen. Hele vette kaart. Ja. Heel vet. Ik moet zeggen dat van deze tins het laatste pakket wel echt het beste pakket was. Oftewel, best de beste tin.
Dat was echt, dat is gewoon echt zo. Dat ontken je niet. De laatste tin is gewoon echt, wauw. Die is echt amazing. Nou, ik heb dus nu 3 tins gehad. Ik ga jullie even laten zien wat ik daaruit gehaald heb. En ja, we doen het eventjes op, nou ja, niet helemaal op volgorde, maar wel even van de evoluties. We hebben natuurlijk gepakt de Flareon, de Jolteon, sorry, en natuurlijk de Vaporeon. Nou, dit is al mooi, want dit is een compleet set, heel blij mee. Dan hebben we deze Emperors gepakt. Deze Holo. De Morpico VMAX. Deze prachtige Garbodor VMAX Rainbow. En de Laughable Secret. Ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben met dit pakket. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En abonneer nog eventjes op mijn kanaal als het nog niet is gedaan. En dan zie ik jullie super gauw weer bij een nieuwe video. Tot later!